Wat zijn de nieuwe functies van de machinisten-app Routelint? En hoe kunnen spoorbedrijven aanspraak maken op een nieuwe subsidie voor ERTMS? Dit is Spoorportefeuille. Het is woensdag 10 november en live vanuit onze studio in Rotterdam brengen we de laatste actualiteiten uit de spoorsector. In de uitzending van vandaag ga ik met 4 gasten praten over een nieuwe EU-financiering voor de ombouw van spoormaterieel en de machinisten-app Routelint. Bij mij aan tafel zitten Pieter Aaldrink en Marnix Kerkhoff, die zo vertellen over de Europese subsidie. Maar eerst gaan we naar de Maasvlakte, want daar reed maandagochtend vroeg de eerste goederentrein over het Theemswegtracé. ProRail liet daar dronebeelden van maken. Er is een nieuwe subsidieronde voor de ombouw van spoormateriaal naar ERTMS. En Pieter Aaldrink en Marnix Kerkhoff, jullie zijn vandaag in de studio om dit toe te lichten. Leuk dat jullie er zijn. Nou, die subsidieronde, jullie zijn daarbij betrokken. Spoorbedrijven kunnen dat gezamenlijk indienen. Hoe werkt dat precies en wat is jullie rol daarin? Nou, ik ben subsidiecoördinator bij ProRail en help ProRail en ook andere partijen waar we mee samenwerken met de aanvraag van subsidie, onder andere in Brussel voor dit programma. En wat is jouw rol? Ik ben manager IMEF en IMEF staat voor implementatie ERTMS, materieel eigenaren en vervoerders. En wij helpen de overige vervoerders, dus alle vervoerders behalve NS, die redden zichzelf wel, makkelijk, om ERTMS te implementeren in hun materieel en hun organisatie. Dus wij ondersteunen dit initiatief van harte. En voor wie is het bedoeld en voor welk type materieel? Het is voor materieeleigenaar bedoeld die een materieel ombouwen of upgraden naar ERTMS, baseline 3 level. Dus daar kunnen nu aanvragen voor ingediend worden. En dat geldt voor heel Europa. Dus materieeleigenaren die daar nu klaar voor zijn, zeg maar, die kunnen aanvraag indienen. Ofwel zelfstandig ofwel gecombineerd zoals we eigenlijk nu het initiatief hebben genomen. En voor welke ombouw gaat het? Gaat het om het volledige ombouw naar ETMS of ook om upgrades? Het gaat om upgrades, het gaat om retrofit en ook nieuwe voertuigen. Fitment kunnen daar voor in aanmerking komen. Er zijn vaste bedragen voor vastgesteld door de Europese Commissie. Dus die afhankelijk van welke ombouw je doet, kun je daar voor in aanmerking komen. Ja. En wat zijn dan de voorwaarden voor bedrijven om daar aanspraak op te maken? Nou, je moet eigenlijk een mature project hebben, zoals ze dat in Brussel zeggen. Dus eigenlijk een volwassen project. Een project wat binnenkort tot en met 2026 uitgevoerd kan gaan worden. Waarbij je dus een offerte of een soort prijsopgave al hebt. En een soort planning hebt van wanneer je wat wil gaan doen. Dat is een belangrijke voorwaarde inderdaad. En we kijken naar een gebundelde aanvraag, omdat Brussel graag grotere projecten ziet als aanvragen. En door hem te bundelen, voldoe je aan die eisen in ieder geval. En krijg je ook partijen, materieeleigenaren met een kleinere vloot krijg je mee. Hè? Dus die komen anders niet in aanmerking, omdat je de drempelwaarde eigenlijk niet haalt. Is dat ook de achterliggende gedachte om dit gezamenlijk in te dienen? Is dat voor die kleine bedrijven dat het lastiger is om dat te doen? Ja, kijk, een subsidieaanvraag in Brussel is sowieso best een lastige. Hè? Dus het is eigenlijk een soort Champions League aanvragen. Er moet veel gebeuren in korte tijd. Administratie, moet je werkplannen opmaken, webpakketten. Een budget moet je op gaan maken. Dus het is best heel veel werk. We hebben daar heel veel ervaring ook al in het verleden mee. Dus vandaar dat we ook samen met het ministerie zeg maar, dit initiatief hebben genomen om te kijken welke partijen zouden in aanmerking komen om mee te doen. En daarvoor hebben we een soort call gelanceerd ook vorige week. En we hebben nog steeds die oproep lopen voor partijen die zich kunnen melden met hun materieel. En van belang is dat ze in Nederland gevestigd zijn, dan wel dat het materieel in Nederland operationeel is, zeg maar. Dus of materieel wat binnenkort in Nederland wordt toegepast. Ja.
En Marnix, misschien kun jij wat zeggen over de aanvraag, over de type treinmateriaal die de verschillende types die er zijn en wat het juist zo lastig maakt om dat te regelen. Ja, we hebben de goederenvervoerders als grote stakeholderpartij binnen het programma en het vizier. Daar hebben we ook overleg mee. We hebben al een CEF Upgrade locomotievenproject lopen. Mm-hmm. Waarbij begeleiding plaatsvindt vanuit IMEF, vanuit het programma ERTMS. Die vervoerders en eigenaren die dus nog niet hebben meegedaan aan dat programma, die kunnen nu dus ook meedoen. Die roep ik ook bij deze op om vooral mee te doen als ze aan die voorwaarden van Pieter voldoen. Daarnaast hebben we de gele vloot, de werkmachines, de werktreinen. Die we begeleiden. Daar lopen momenteel gesprekken tussen de programmadirectie, ProRail en henzelf om te kijken wat we gaan ombouwen, hoe we dat gaan doen en ook de financiering daarvoor. En we hebben ook de zwarte vloot binnen programma ERTMS. Dat zijn de historische voertuigen, de museummensen en dergelijke. Die zouden ook mee kunnen doen aan dit CEF-programma. Maar we denken dat zij vooralsnog in de laagste categorie worden ingeschaald door Cinea, de Europese instantie die de aanvraag beoordeelt. Dus het gaat vooral om de goederenlocomotieven, de gele vloot en ook de reizigerstreinen, de regionale reizigerstreinen. Met name Arriva, die doen ook al mee aan het programma. En we zijn ook in gesprek met Tubers op dit moment om ook aan te sluiten. Dus ja, die partijen die roepen wij ook op om vooral mee te doen. Want ja, het is toch een mooi initiatief van Brussel waar we kunnen aansluiten. En dat moeten we vooral doen. En zijn er ook nog verschillen in financiering? Want ik kan me voorstellen dat een werktrein waar je er maar een paar van hebt, dat die ombouw meer kosten met zich meebrengt als een serie. Is daar nog een onderscheid in te maken? Ja, zeker. Daar heeft Cinea heeft anders dan voorheen. Hè. Voorheen was het een percentage tot maximum 50% van de totale kosten die dan binnen die scope zoals gedefinieerd vielen. Dat is nu met vaste bedragen. En er is onderscheid tussen die categorie die Pieter noemt, dus upgrade. Het zit in het Engelse woord, hè. Opvoeren van baseline 2, wat ze dan dus hebben. Ze hebben al ERTMS, maar er komt een nieuwe versie van. Ja, naar de baseline 3, wat eigenlijk de Europese standaard is en hopelijk ook blijft. Dan hebben we de retrofit. Dus dat zijn voertuigen die nog helemaal geen ERTMS hebben, die dan meteen baseline 3 krijgen. En we hebben wat ze dan nu fitment noemen, die term heb ik zelf nog niet zo vaak gezien, die is redelijk recent. Mm-hmm. Dat is nieuwe voertuigen die verplicht al baseline 3 moeten hebben. Die komen dus ook in aanmerking. En je kan dan logischerwijs terugzien in de vaste bedragen dat een fitment krijgt maximaal 25.000 euro subsidie. Terwijl een retrofit van een voertuig dat internationaal opereert, die kan 9 ton krijgen aan subsidies voor de prototyping. Hè, want je hebt altijd een eerste... Het voorbeeld eigenlijk voor de volgende uit de serie. Ja. Dus daar zit een hele staffel in van grote ombouw en moeilijke toelatingsprocessen in Europa tot het zit er al in en vinkje zetten en je krijgt het geld. En voldoet die subsidie? En er is ook wat onder goederenvoerders ook wat kritiek geweest van ETMS, voorlopig zien we daar nog niet de voordelen in qua capaciteitswinst. Dus waarom zouden we dan die kosten nu maken? Nou, de goederenvervoerders die hebben inderdaad veelal een wat dan zo mooi heet een negatieve business case. Dus vooral kosten en geen zichtbare opbrengsten op dit moment. Hè. Op het moment dat ERTMS in Europa is uitgerold, dan zijn er wel voordelen voor de goederenvervoerders die Europees rijden. Want dan hebben ze met hetzelfde systeem heel Europa afgedekt. En zover zijn we nog lang niet, helaas. En daarom hebben we ook binnen het programma ERTMS zogenaamde verbeterinitiatieve goederen opgericht. Waarbij we in nauw overleg en samenwerking met de goederensector, met de partijen die daar mee willen doen, want niet iedereen wil meedoen. Dat we met hen onderzoeken hoe we die transitie van baseline 2, wat de meesten toch wel hebben, naar baseline 3, hoe we dat voor hen draagbaar krijgen. En daar zijn we nog volop mee bezig.
En zijn er ook bepaalde types spoormateriaal van je zegt, nou, die zullen misschien komt daar nooit ERTMS in, want dat is die rijden heel lokaal. Ja, dat zou goed kunnen. We hebben binnen het programma ook veel tijd en energie gestopt. En dan blijven we doen in bijvoorbeeld wat we dan noemen rangeren zonder ERTMS. Dat mm-hmm. er bepaalde emplacementen zijn waar je lokaal bezig bent. Nou, die locomotieven die daar zijn, die zijn veelal oud. Dat zijn vaak oude NS of Oost-Duitse locomotieven. Ja, daarvan is het de business case nog veel negatiever. Omdat ze al verouderd zijn en op een bepaald moment uit dienst gaan. Dus daar zullen we andere oplossingen gaan bedenken en uit te voeren met ze ook gezamenlijk. En ligt er voor het ministerie ook nog een rol weggelegd als het gaat om de financiering, om die business case rond te krijgen? We praten met het ministerie over hoe we dat draagbaar kunnen maken. Dat die business case zo snel mogelijk positief wordt. En daar zijn we in gesprek. Dat zullen we verder doorontwikkelen. Ja. Hoe kunnen mensen aanspraak maken op die subsidie? Waar kunnen ze zich aanmelden? Mensen kunnen in ieder geval interesse kenbaar maken via onze website. En dan gaan wij kijken of een project volwassen en mature genoeg is om in deze ronde mee te doen. Er komen nog meerdere rondes, dus er zijn nog meer kansen. En dan is het aan onze taak om de informatie van de partijen, die maken kans om gezamenlijk die aanvraag te maken, daarvoor de administratieve gegevens te verzamelen, een projectplan te schrijven van 140 pagina's. De partijen moeten zelf ook nog wat doen. Ze moeten zich laten registreren bij de Europese Commissie. Dus we zullen heel veel interactie hebben met die partijen die meegaan doen in deze eerste ronde. Dus jullie, het voordeel ook van om hier bij het partnership aan te sluiten, is ook omdat dat ze ook begeleid worden. Ze hoeven het dan niet zelf te doen. We hebben kennis van zaken, dus we kunnen zo ruim begeleiden. Dus dat is het voordeel als ze met zo'n joint gezamenlijk initiatief meedoen. En als zijn jullie ook al bezig met de volgende ronde, subsidieronde? Is dat ook iets waar jullie vanuit het ETMS-programma weer aansluiting bij zoeken bij de markt? Je bedoelt de Europese subsidieregeling? Ja. Ja, er komt in 2022, 2023 komt er nog een call for proposal, zoals dat heette, een tender. En daarna, de jaren daarna ook nog. Dus er zijn ook kansen genoeg voor partijen om dan wel weer in een gezamenlijk initiatief, dan wel zelfstandig ook weer aanvragen in de komende jaren te gaan doen. Dus, En hoe ziet de tijdlijn er nu uit? Ze kunnen zich aanmelden via jullie website. En hoe loopt het proces dan verder? Ja, liefst zien we dat ze voor 15 november zich hun interesse kenbaar maken. Dan gaan we het analyseren. En met die partijen waar we van denken, dat materieel maakt echt een kans om mee te doen. Daar gaan we intensief mee in contact treden om alle informatie die we nodig hebben voor die aanvraag van hen los te krijgen. Ja. Dank jullie wel. Ja. Ja, en veel succes met de subsidieaanvraag. Dankjewel. Dankjewel. Een app die machinist informatie geeft over wat er op het spoor gebeurt. Dat is de applicatie Routelint. Chart Brons van InTraffic legde onlangs bij een innovatiemarkt op Amsterdam Centraal uit hoe de app werkt.